best veel gehoord. Jij kan je serieus niet vals, hou je mond. En sindsdien durven mensen niet meer te zingen. Wie van u kent dat? Dat hebben heel veel mensen, dat is echt heel jammer, want zingen is heerlijk, dames. Zingen is echt heerlijk. Mijn opa zong ook heel veel. En opa die zei tegen mij, meisje, dat mag je niet tegen oma vertellen, maar ik ga eigenlijk alleen maar naar de kerk, omdat ik daar heel hard mag zingen en maar thuis moet voor oma. Zingen is echt heel fijn. Echt ontzettend fijn. Ik heb ook veel gezongen. Ik heb ook een prijs gewonnen met zingen. De eerste prijs van het Songfestival in 1973 van de Rooms-Katholieke Kerk voor Sint-Jan te Zutphen. Ja! Ja! Toen was ik 12, ik weet niet hoe oud ik ben. Toen was ik 12 en toen ging ik daarna op zangles stoppen, want ik kon het al. Ja, maar toen dacht ik, ik moet nu zangles. En toen heb ik in 1 jaar 7 zangjuffen versleten. Zangjuffen zijn zo raar, heb je daar ervaring mee? Je hebt heel veel rare zangjuffen, hè? Mijn eerste zangje van Methode Elisabeth Schwarzkopf. Dan moest ik mijn wangen optillen en moest hij zeggen. Ik vond er niks aan. Dus ik ging naar de tweede zangje en zei: wat doe jij met die wangen? Die moeten hangen. Dus ik schreef helemaal verkeerd aangeleerd te hebben. Maar goed, op een gegeven moment zat ik ook nog bij een derde juf. Oh ja, die tweede juf die meen ik serieus dat ik dikker moest worden om te kunnen zingen. Daar had ik ook geen zin in. Dus de derde juf was heel erg saai. Ik heb urenlang moest ik zo doen, een heel dun draadje van klank uit mijn mond. 45 euro per les. Urenlang. Ja, serieus. En zo inderdaad. Laat je allemaal mee. Toen had ik zo'n zangjuf en die zei, leg mijn hand op je buik. En jouw buik is een heel klein kamertje. Dan moet je je voorstellen dat het plafond omhoog komt. Dan tegen het weg. Ben ik naar een cursus gegaan in Frankrijk, die heette La Voix Source de la Libido. En daar moest je dit doen, en dan mogen jullie dat, dan moest je zoveel mogelijk lucht pakken en dan één lange klank maken terwijl je in beweging was. Kijk of de volkspot mij bijhoudt. Thank you.
cry with me en daarna Because of You. We krijgen zo weer informatie voor Short te zien. Maar misschien toch nog heel even leuk om wat meer op de techniek van die barbershop in te gaan. Dan kunt u wat bewuster luisteren voor wie dat allemaal niet weet. Je hebt natuurlijk de lead, die zit doorgaans de melodie en moet het luidst klinken. De bas zit de basis en moet ook flink vertegenwoordigd zijn om die totale sound een warme donkere ondertoon te geven. Daartussenin heb je dan de baritoon, die past zich een beetje aan en kan zowel boven als onder de lead zingen. Dat zijn vaak de moeilijkste partijen om te zingen, omdat die iets gemakkelijk in het gehoor liggen en hebben de bescheiden rol in het geheel. Deze stem speelt dus wel een hele belangrijke rol in de balans en de klankkleur van de verschillende noten van een song. De tenor tenslotte, die zingt de hoogste partij en die is heel klein maar fijn, duidelijk waarneembaar, maar toch niet zelden op de voorgrond. En de leden van de formatie, dat zien je niet aan ze, maar dat is wel wat ze doen, luisteren tijdens het zingen altijd naar elkaar voor de precieze harmonie en ook voor de balans. Het mag niet te hard, het mag niet te zacht. Moet je elkaar in de koor kunnen aanspreken. Je moet een klein beetje tillen, kom, je mag iets meer geluid maken. En voor de zuiverheid en de dynamiek. Dat is echt wel heel interessant, vind ik persoonlijk. Dit koor is een heel ambitieus koor, dat weet ik natuurlijk al door. Ze hebben allerlei commissies, dat zou ik nog even vertellen. Wat vindt u trouwens tot nu toe de leukste jurk? Deze? Nee, de tweede. De donkerblauwe? De rode. Ja, die donkerblauwe was maar 7,50 €. Jij hebt net de switch gehaald. Tweedehands. Ja, het kost allemaal geen drol hoor. Ik heb een adresje in Amsterdam. Maar ze hebben een muziekcommissie. Die bepaalt samen met de dirigent het repertoire. Er bestaat een dirigent, een assistent-dirigent hebben ze ook. En de sectional leaders, want elke stem heeft weer een iemand die de sectie leidt, die stempartij. Dan hebben ze de presentatiecommissie die de choreografie bedenkt en zorgt voor de expressie bij alle songs. Ze hebben dus de klinkingcommissie, zoals u dat al gezien heeft. Lijkt me bij vrouwenkoren de moeilijkste positie. En dat is allemaal iemand zegt, nou, dan heb je nog de, PR-commissie, die zorgt ervoor dat kooroptredens geregeld worden en dergelijke. Daar ben ik dus vorig jaar al mij voor gebeld. En dan heb je nog de artistiek overleg jubileumcommissie. En die bestaat weer uit leden van alle eerder genoemde commissies. En dus dan heb je al 1, 2, 3, 4, 5 commissies. En dan heb je ook nog mensen die iedere week weer zorgen voor de bar en de inkoop, het opzetten en afbreken van de risers. Dat is dit wat u hier ziet staan. Het openen en weer afsluiten van de school waar ze het in. Nou, ze zijn er wel lekker druk mee, hè? Zijn er mannen die de klachten over hebben in de zaal? Help mevrouw de lobby? Neem het lekker rustig? Heerlijk hoor ik. Oké. For Sure gaat twee nummers zingen. De formatie For Sure, vier dames. Ze gaan zingen For Once in My Life. En Silent Night, dat is een parodie.
Yeah.
Kermis. Het is een geweldig nummer, hè, Blender dan de Boei. We zijn er nu in een iets modernere nummers terechtgekomen. Als je op YouTube ziet hoe Michael Jackson dat vroeger deed, het is echt fantastisch. Het is al zo helemaal strak. En het gaat een beetje over I can't control myself, dat was het, hè? Dat heb ik ook nog een liedtekst over. Het heet PMS. Iemand ervaring mee? Heren ook, hè? Indirect dan. Die tekst gaat zo. Doe je tegen mij een beetje bot, dan scheld ik je totaal verrot. Wie over mij wil lopen, moet het duur bekopen. Als ik mij eens echt zou laten gaan, zou ik voortdurend mensen slaan. Dat gaat alleen nog bepaalde dagen dan, hè? Gedraag je je niet netjes, ik maak van jou de deetjes. Wie mij snijdt in het verkeer, krijg je ongelofelijke muilpeer. En had ik een geweer, ik schoot hem neer. Ga mij niet kalmeren alsjeblieft, ik ben vandaag ontzettend agressief. Wat ik graag zou willen, is een cavia-leven vullen. Ja, dat zijn wel die dagen. Heb ik u ontsteld? Ik ben in staat tot geweld. En het is niet uit frustratie, en het gaat niet om sensatie. Ik ben echt tot alles in staat. Ik ben ongelooflijk kwaad, want ik zit te wachten op mijn menstruatie. En tot slot nog deze wijze les. Niet elke boze vrouw heeft PMS. En kijken naar het prachtige kwartet uit Bonn, uit Duitsland, Klankhuizen. Ze zingen eerst Material Girl, dus weer een modern werk. En dan Why Do Fools, dan Lullaby en dan Anything Goes. Vier keer genieten van Klankhuizen. Do.
I know what we are striving for. We want to be rich, we like to be famous, and yes, we are trying to reach this goal. And one of the things that we now think we can improve is choreography. Because we have learned from many TV shows, like Idol and stuff like this, that we need to also be able to dance if you want to be famous. And so we learned quite a lot of movements together there with a very famous choreographer. And now we have the first song complete, with which we think we will make a breakthrough. Chartbreaker. I think this will be the last time, sorry, that we will sing for such a small thank you.
prepare for her, but I'm curious, are you really amateur singers or are you professionals? We're just amateurs. We just love singing and to which try to always find every other week, so we're just open singers. Really? But you can make a living out of it? If you buy some licenses. Een deel van het feestje, hè? Optreden, dat je niet mag verkleden en dat je ook mag maken en wat zingen en zo. Vinden jullie het toch leuk? Ja, ik ook. Vinden jullie deze jurk? Ja? Die is nou nieuw. De première van dit jurkje. Vindt u het wat? Dat is ook een uitverkoopje. Nou, mijn maatjes kijken altijd samen. Ja. Ze staan er klaar voor, dames en heren. En ze gaan zingen met het nummer If. Baby, ooh, in the river by enough, baby.
mensen die voor het eerst in aanraking zijn gekomen met barbershop. We zaten gewoon achter in de zaal. Die waren dat ook alweer. En nog niet zoveel van wisten. Barber, daar. Stik even je vinger op alsjeblieft. Wie was hier echt, wist er nog niks van? Oké. En stik even een duim op als het u goed bevallen is. Ik vroeg het niet aan jou. Ik was al bekend met barbershop. Met je opletten, hè. Ging twee duimen de lucht in. Het is goed bevallen. Ze staan er alweer klaar voor. En ze gaan zingen. It's my song.
niet zo heel erg aan te brengen. Maar eerst wil ik Desiree, de voorzitter van Between Two Rivers, nog weer eventjes wat andere mensen bedanken. Dus gaan we heel even zitten. Heel even. Nou, we zijn aan het einde gekomen van onze show. En ik wil graag nog een paar woordjes tot u richten. Ik wil in de eerste plaats nog de mensen bedanken. In de eerste plaats Hester Markander voor het. Samen met onze gasten, klankjes en for sure. Nog één keer, Sound Celebration.